De Operadagen Rotterdam. Daar moet moois natuurlijk bij zijn. Vanaf 20 mei zijn op ruim 25 locaties, van Schouwburg tot Huiskamer, meer dan 44 verschillende voorstellingen te zien. En dit jaar met het intrigerende thema Het Verloren Paradijs. De bedoeling van deze afspraak is dat ik voor jullie allemaal begin met studeren, even wat dingen uitleg. Ook volgende week in de Spotlights de jonge componist Florian Magnus Meijer. En het ensemble 440 Hertz, dat een gloednieuw dubbelconcert gaat uitvoeren. Een strijkorkest dat 440 Hertz heet. Dat is toch iets met natuurkunde? Ja, 440 Hertz is de frequentie van de A. De A waarmee de strijkers hun snaren afstemmen. En als je naar een concert gaat van een symfonieorkest of van een strijkersensemble, is dat de eerste toon die je hoort. Daar stemmen wij onze A-snaar op af en naar die A-snaar stemmen we de andere snaren erop af. Dat is het eerste wat er klinkt in de zaal. Verwachtingsvol. Het is het begin van alle muziek voor strijkers. Vandaar 440 Hertz. Het zou mooi zijn als je dat ook in het publiek zou kunnen doen. Dus dat je even met het publiek afstemt. Of ze ook even die A kunnen zingen. Ja. En dan daar alles op. Je kan hem ook op internet zo vinden. Dat is heel grappig. Als je 440 Hertz in typt, dan kan je bij Google zo zoeken. En dan kun je bellen, hè? Ja. Telefoon, hè? Moois bezocht de eerste repetitie van Rainbow Concerto en sprak met Florian en de beide solisten André Heuvelman en Maria Dingjan. Als componist moet je altijd zorgen dat muzici vertrouwen hebben dat het goed komt en dat het kan en dat de moeite die ze erin stoppen, dat het de moeite waard is. En ik als gitarist, ik weet natuurlijk niet perfect wat op een trompet nog wel en nog niet kan, want mij lijkt het allemaal heel erg moeilijk namelijk. Maar ik dacht van, ik hoor het wel als het niet kan. En ja, André die zei wel dat het heel erg lastig is of dat sommige dingen misschien niet kunnen. En toen hadden we afgesproken en toen was het zo van, nou bijvoorbeeld dit. En toen speelde hij het. Toen was van, nou, volgens mij kan het. Want dat is voor mij van absolute belangrijkheid. Om maar ook in de buurt van mijn partij te kunnen spelen komen, is namelijk gewoon dat die rhythm echt heel goed moet zijn. En ook heel vertrouwd moet voelen en heel energetic. En ik maak me altijd zorgen. Ik liep vroeger al van het ene kant van de achterkant. Daar was ik laatste man, maar ik liep ook links en rechts te verdedigen. Dus dat zit een beetje in mijn... de Tour de France komt langs. André is natuurlijk bekend als een zeer kleurrijk, bijzondere trombonist. Wat zeg je nou? Dat wordt erg. Hij was een bijzondere, kleurrijke trompetist. Ja, het zou idioot zijn als hij daar niks mee doet als componist. Het ontbreekt ook nog een stukje en in dat stukje laat ik hem dan helemaal losgaan. Dan mag hij ook improviseren. Maria die kende ik uit eerdere samenwerkingen in een stuk voor dit ensemble, maar ook voor Doelen ensemble zijn we elkaar tegengekomen en niet ook in een orkest ergens? Dus ik vind het wel fijn als je al weet voor wie je schrijft dat je daar dan op inspeelt. Want dan kan je vaak net nog een stapje verder gaan dan dat je beperkt tot een algemeen repertoire wat iedereen moet kunnen spelen. Florian Magnus Meijer, dat is een Duits-Rotterdams componiertalent, ooit gekomen voor de vermaarde flamenco-opleiding op het conservatorium. Ik ben geboren in München. Toen ik 5 was, verhuisden we naar een klein stadje daar in de buurt, het heet Landshut. Maar het is wel de Beierse provincie, dus wat de kunsten aangaat, gebeurt er helemaal niks. En toen heb ik 3 jaar lopen zeiken tegen mijn ouders van ik wil een gitaar hebben. En 3 jaar later was het dan zover. Ik zit natuurlijk altijd met verschillende invloeden, dat weet je. Voor mij, als ik die noten zit te verzinnen, dan gaat het dieper dan instrumentale technieken.
Want de westerse muziek heeft bepaalde regels, maar heel veel andere soorten muziek hebben precies de omgedraaide regel. En dat ben ik in de flamenco vaak tegengekomen. Bijvoorbeeld dat je in de westerse muziek heb je het melodische hoogtepunt vaak op de hoogste noot. In de flamenco bijvoorbeeld is het altijd naar beneden. Het punt waar je weer thuis bent, dat is dan de laagste noot. En loopjes lopen vaak naar beneden. En zo zijn er heel veel factoren waardoor je het naar de ene kant of naar de andere kant kunt schuiven. Maar wat het in principe is, een vierkantje, dat is de rechterhand. Een driehoek zijn dezelfde vingers. En dan het driehoekje, dat is aan de zijkant. Padadapam. Ja. Strijkinstrumenten zijn zo ontzettend wendbaar dat je daar eigenlijk alles mee kan doen. Tenminste, vanuit dat gevoel schrijf ik. Van, ik kan mijn ei kwijt en nou ja, er zit één plek in het stuk waar even heel duidelijk percussie moest komen. Dus geen slagwerker. Maar ja, dan verzin je wat zij op die instrumenten kunnen doen. Ik probeer om die regels toe te passen op melodisch materiaal wat misschien wel uit een andere cultuur lijkt te komen. En nou ja, daar moeten zij zich dan even doorheen bijten. May, zaterdagavond, spelen wij nog een stuk van Florian. En dat is het tweede strijkkwartet. Dat is allemaal na de pauze. En voor de pauze spelen we een strijkkwartet van Brahms. Bewerkt voor strijkorkest. Mooi programma. Hele verschillende componisten. Ook Brahms was hier op uitnodiging ooit in Rotterdam. En Florian is door ons uitgenodigd om dit stuk voor ons te schrijven. Dus het wordt een leuke avond. Een steuntje in de rug, dat kan het Onderwijsmuseum best gebruiken. Getroffen door rigide bezuinigingen op cultuur plus een noodgedwongen verhuizing maken de toekomst van dit museum uiterst onzeker. Maar vele generaties Nederlanders kennen Marinus Adrianus Koekoek vooral door zijn werk voor schoolboekenuitgever Wolters uit Groningen. Ga dus nog maar snel een keertje genieten van die prachtige schoolplaten waar generaties Nederlanders mee opgegroeid zijn. Prachtige tentoonstelling met de weemoedige titel In de Sloot en Plas. Ja. In Sloot en Plas is de bekendste plaat waarbij het leven boven en onder water op intrigerende wijze in beeld is gebracht. Water! 22 mei, dat is de titel van een film met een wel heel erg actueel thema. In het kort, een jongen die blaast zich op in een winkelcentrum. En een bewakingsagent Sam, die wordt letterlijk en figuurlijk totaal door elkaar geschud. Deze film is van de Belgische Koen Mortier en zijn film Ex-Drummer was een gigantische hit op het filmfestival in Rotterdam. Nu in de Lantaren, 22 mei. En u kunt hem zien vanaf 22 mei. Ja, dat is makkelijk te onthouden. Hè? Zelfs ik kan. Het is niet de bedoeling dat een acteur tranen in zijn ogen krijgt. Dat moet het publiek hebben. Wat doet een niet-operacomponist als Mahler bij de operadagen? Zijn Lied van der Erde is een meesterwerk met een overweldig dramatische kracht en kost een orkest in monsterbezetting met topsolist en dirigent soms best wat hoofdbrekens. This is so much slower than I ever do it. Dirigent Rijnbert de Leeuw bracht de grootste bezetting van Mahlers meest weemoedige compositie terug naar een kleine intieme. Mahlers, dat is Lied van de Erde. En dat wil Neil Wallace ook enigszins theatraal gaan ze neerdoen. En dan in een kleine bezetting. Nou is, vind ik, met die kleine bezettingen is je verliest natuurlijk iets, dat is onmiskenbaar, het grote, rijke orkestgeluid. Maar je wint ook iets. En dat is dat je in een kleine bezetting, is ongelooflijk kleurrijk. Je hebt ontzettend veel instrumentale mogelijkheden en kleuren.
En het wint vooral als je dat doet met de vocale muziek. Het is ook al met de Kinderlotenlieder of de Liederlijns Fijne Gezellen of de Lieder op het Acht van Schoenberg of de Orkestlieder van Zemlinski. Dat het de zangsolisten in staat stelt om als het ware nog veel meer nuance te kunnen maken. Omdat ze niet tegenover dat grote orkest staan. En dat is natuurlijk in het geval van Das Lied van der Erde, wat op zichzelf al binnen dat Lied van der Erde is ontzettend veel kamermuziekachtige, hele prachtige, klein bezette gedeeltes. Maar er zitten een paar van die ongelooflijk grote bezettingen en met name het eerste lied, wat bijna niet te doen is voor een tenor om eroverheen te komen. En dus je krijgt een mogelijkheid om binnen zo'n kleinere bezetting, dat het wel zeer kleurig en het is volkomen trouw aan de partituur, maar het stelt de zangers in staat om als het ware meer nuance te kunnen aanbrengen. Niet alleen maar dat gevecht met dat grote orkest aan te moeten. Dus dat heeft een voordeel. En degene die het Schoenberg dan die paar pagina's het verder voltooid heeft, daar ben ik niet helemaal gelukkig, of laat maar zeggen, daar ben ik niet echt gelukkig mee. En dus ik ga dat zelf, ik heb dat vroeger al een keer heel veel aanvallen, maar ik ga het nu nog één keer helemaal opnieuw doen. En dus dat ik maak een helemaal nieuwe bewerking ervan, een instrumentatie. En dat vind ik op zichzelf heel erg leuk werk om te doen. En dus uiteindelijk krijgen we dan weer een nieuwe versie van Das Lied van der Erde. Het onafhankelijk toneel heeft de reputatie hoog te houden als het gaat om bijzondere ensceneringen van opera's. Tijdens de Operadagen Rotterdam kiest het OT voor een eigenzinnige, geënsceneerde versie van het oratorium Die Jahreszeiten van Joseph Haydn. De Jahreszeiten is eigenlijk een ode op de natuur. En Mirjam en Gerrit, die de regie doen, hebben er een laag bij bedacht. Dat het speelt zich af op een boerenbedrijfje. En daaromheen zijn guerrilla's, vluchtelingen komen. Dus daaromheen is een soort grimmige laag gemaakt die ervoor zorgt dat het wat meer wringt. And what Gerrit and Miriam have come up with is a kind of slightly post-apocalyptic future where people are kind of nomadic and traveling a landscape that has been sort of ravaged by war, one assumes. And this set that we have here kind of represents the three protagonists, Hannah and Lucas and Simon, who have plotted a little patch of land back here. Een van de sterren is de tenor Tom Randall, die ondanks zijn internationale status regelmatig te gast is bij het OT. Onafhankelijk Toneel are known for the quality of their productions and the variety of things that they can do. They are the most versatile theater company in Holland, and I think probably in Europe. Veranderen, dat doe je nooit bij opera, geen letter aan en geen noot ook verder. Maar je kan het zo interpreteren dat de personages iets anders ervaren dan wat er alleen maar van de positieve kant wordt bezongen. En die frictie die maakt het heel erg spannend om te doen. En er is bijvoorbeeld een zomerse onweer, maar bij ons is dat kanongebulder in de verte. Dus het onweer is de dreiging van twee groepen, het leger van de staat, zou ik maar zeggen, en guerrilla's, die, wat we heel vaak meemaken, die elkaar achterna zitten. En zij zitten daar klem tussen, de boeren en de vluchtelingen. En eigenlijk, dat vind ik ook wel interessant, hebben we het wel geplaatst in een soort westerse wereld. In wezen is het een soort rare droom van, op een dag kan dat ons ook overkomen. Opera, zing je ook? Nee, er zijn vier zwijgende rollen en daar ben ik er één van. En die zweven zeg maar door het verhaal heen en verder wordt alles gewoon gezongen.
En die gasten, die spreken allemaal Engels en weet ik veel, die hoofdrollen, waar komen ja, die vandaan? Ja, die komen van over de hele wereld. Dat zijn echt sterren, echt... Ja, dat schijnen hele grote opera mensen te zijn. Zijn het een beetje diva's of? Deze niet. Deze zijn heel vriendelijk en heel open en heel relaxed. En wat wel bijzonder is, vond ik om te merken, dat ik kwam hier de eerste repetitie om, 10 uur 's ochtends. En zij hebben dan alles kennen ze al uit hun hoofd, bij wijze van spreken. En beginnen om 10 uur gewoon lekker te zingen. En dat, ja, dat is wel gedisciplineerd werk. Ja. Topsporters. Dat zijn wel topsporters, ja. Ik word altijd verliefd op een acteur of een actrice. Of, daar ben je niet echt verliefd op, maar... Nee. Maar dat je denkt van, wow. Ja, de hoofdrolspeelster. Wie is dat? Dat die vrouw? Dat is die met de tuinbroek, ja. Dat zie je ook wel. En een mooie stem. Ja. Toppers. Twinkeling in de ogen. Ja. Ja. Dat die hebben toch een aura of zo. Ik geloof dat niet, maar ze hebben het wel. Dat hebben ze wel, ja. Well, it's sort of the relatively current vogue of doing staged oratorios and many staged performances of Matthäus Passion and Johannes Passion and even Handel's Messiah. And of course, a lot of Handel oratorios like Samson have been staged. And matter of fact, Gerrit and Miriam did Samson for Netherlands Opera a few years back. I don't believe in my experience that the Die Arbeit has ever been put on stage. In any capacity, I mean, not danced to, or, and certainly not staged like this. So it's a bit of a leap of faith for everybody. Straks komt natuurlijk het orkest erbij, dan zijn we nog verder, zijn we over de 100. Hè? En nu met 26 koren en solisten en de hele wereld eromheen. Dus nu werken we zo, en mensen achter de schermen, zeker mannen 50, 60. Ja. En dan, het orkest komt volgende week. Dat is ook de kick van de opera. Ja. Dat je ook met z'n allen aan één product werkt. Lancaster sink in the ground. I thought it would have mounted. See how my sword weeps for the poor king's death. Oh, may such purple tears be always shed from those that wish the downfall of our house. And if any spark of life be it remaining, down, down to hell, and say, I sent thee thither.